Hier zijn we dan in het altijd gezellige Breda bij het NAC-stadion. En we zijn hier voor een Pokémon Go event georganiseerd door het bedrijf waar je de auto nu van ziet, Into. Dit is het NAC-stadion. En mocht je je nou afvragen, Pokémon Go, wat is dat? Nou, dat kan ik je heel makkelijk laten zien. Pokémon is een game voor Android en iOS. Als je hem opent, krijg je dit loginscherm. Daarna, als je een Apple-apparaat hebt, krijg je de melding dat hij geen GPS-signaal kan vinden. En dan een melding dat de server overbelast is. Ja, en omdat dat in je eentje best wel saai is, hebben we een meeting in Breda. Waar iedereen bij elkaar komt om dit te doen. En heren, wat hebben we gevangen eigenlijk al? Veel ratatas, Pidgeys. Gastly hebben we gevangen. Magnemite. Krabby. Ja, dat was het eigenlijk tot nu toe nog maar. Oké, en wat verwacht je nog aan bijzonderheden? Ik durf het niet te zeggen. Ik zie wat er op ons af gaat komen. Net wat er in de buurt is. Ja. Ja, ik zit met een wat heb je voor moois? Ik ben al een paar dagen bezig. Ik ben vanaf de eerste dag bijna al honderden kilometers gelopen. En nou ja, dit is mijn beste vangst tot nu toe. Ik weet niet of je dat kan zien. Dat gaan we hopen. Even kijken. Ja, dat kunnen we prima, zien. En hoe heet het beestje? Dit is een Snorlax en hij heeft 1900 combat points, bijna. En nou ja, dat is tot nu toe eigenlijk een van de hoogste die ik tot nu toe heb gezien. Toch jongens? Hij is een beetje... Heb jij iets bijzonders gevangen? Een ei. Een ei? Spiegelei? Nee? Nee, een gekookt eitje. Ah, oké. Okay. En wat is jouw meest bijzondere vangst? Magnemite, die. Ja, hebben het aandachtspan van een... Laten ze een mooie zien. Dit is Magnemite. Ja. Oké, okay, en hoe heet die? Magnemite. Even kijken of ik die een beetje... Oké, okay, en die kun je verkopen, hè? Volgens mij wel. Ga je dat doen of hou je hem voor jezelf? Ja, dat moet ik vragen aan mijn moeder, want ik ben nu op mijn moeders telefoon. Oeh, oké. Okay. Nou, succes verder. Dank u wel, u ook. En behalve dat je hier Pokémon Go kan spelen, werd er ook onder de mensen die hun gegevens achtergelaten hebben een iPhone 5 verloot. En hier zie je de loodjes gemaakt worden. Ga de iPhone trekken. Ik ben benieuwd of de winnaar er is. Ja. Niet zo lang op Facebook. Ik ben er gewoon nog. Ja. En dan zal hij zich ook melden. Voor de zekerheid gaan we er 3 trekken. Zodat we, als iemand zich erbij niet meldt, wel een winnaar hebben. Dat is wel de bedoeling dat de iPhone is. Maar de eerste heeft de eerste kans, de tweede heeft de tweede kans. Nou, wil je mijn mama uit de telefoon? Ja, dat komt eigenlijk wel honderd. Hadden we om kunnen kopen, hè? Ik geef mij een speciaal Pokémon. Ja, echt een blum. En dan een Gronikan. Een Gronikan. Dan gaan we En van een van de deelnemers was er zelfs nog een bloemetje voor de organisatie. Gladys!